Concreet kan ik nog geen werk laten zien. We gaan het in mei drukken bij Atelier Warm Groen. Dat is uitgesteld vanwege de coronaperikelen. Het ontwerp zelf staat al wel op de zeef. Het gaat om twee werken, gedichten geschreven en vormgegeven door mij. Het ene, genaamd Verbandwisselingen, geheel in de traditie van Paul van Ostaaien, u waarschijnlijk wel bekend. En het verbeeldt het Pinksterweekend van 2016, waarin op de zaterdagavond de 14e Douwe Bob in Stockholm 11e werd op het Eurosong Festival, terwijl op de daaropvolgende zondagmiddag Max Verstappen het redde om voor het eerst als eerste te eindigen in de Grand Prix Formule 1 van Spanje. Een nogal bijzonder weekend, een balans voor Nederland qua gebeurtenissen en in beeld wordt in de vormgeving gespeeld met de balans van woorden, zachter, harder, groter, kleiner, sneller, langzamer. Het tweede werk heeft betrekking op de kosmische achtergrondstraling, het nagroeien van de hemel, afkomstig uit de periode vlak na de oerknal. Dat is nog steeds waarneembaar als radiostraling die uit alle richtingen van de hemelbol vrijwel perfect egaal verdeeld op ons afkomt. De natuurkundige James Peebles kreeg voor de detectie daarvan onlangs de Nobelprijs Natuurkunde. Tot in de nacht van 10 december 2006, voor 1% ook in onze huiskamers, waarneembaar in het analoge tv-signaal. In twee beelden wordt dat duidelijk gemaakt. Het bovenste beeld, een foto van tv Harkem op een dak, nog in de zwart-wit tv-ruis. Het tweede zonder die ruis. Daarin is het volgende gedicht verwerkt. Beeldreligie. En dan, uit het niets, goddelijk besef dat bij verwijdering van de tv-harken, dat toen het 1% contact met heel het al verdween. Geen restanten oer knal uit het krachtnevel in al de huiskamers meer te zien. Ruisbeeld, kosmische straling, daarvoor goed verdwenen. Een vergeten beeldenstorm in de nacht van 10 op 11 december 2006.